Moois. Brugts. Olieslager is tijd voor de voorzet. Die is zeker ook niet zo gek. De kopkans is daar voor Van Doorn. Eerste momentje. Maar een goede aanval. Net iets te slap de kopbal. Nustre, Salmi. Wijns reageert daar gewoon wat te traag. Dat is een prima bal van Tiene. Daar waar de ruimte lag. Dit doet Wijns goed en nu liggen er mogelijkheden voor Nederland. Snoeis heeft Brugts bij zich. Voor het doel is Van Doorn. Ze kiest voor de baas inderdaad richting Snoeis en Van Doorn. Maar dat wordt nog net verdedigd door de Finnen. Wat een ruimte ligt er vooral voor Kelly Van Doorn. Moet die bal misschien hoog richting tweede paal. Dan kan Van Doorn zo binnenlopen. Balletje binnendoor, goed gegeven, goed gelopen. De voorzet is al slor. Oh ja, kaboutje. Fout van Munoja. En het doelpunt daar voor Oranje. Toch weer met dank aan de Finnen. Dijkstra scoort. De aanval is goed. Deze bal van Diemen. Daarvoor is de loopactie eigenlijk al begonnen. De voorzet veel te scherp. Een makkelijke bal zou het moeten zijn voor Ulohoja. Maar die tikte precies in de loop bij Dijkstra. Diemen die heel minder makkelijk naar die rechtsbuitenpositie inkomt. Zoals Olieslager zit aan de andere kant wel invult. Maar dit is een goede voorzet! En dat willen we dus misschien wel wat vaker zien van Diemen. Want ze legt hem toch perfect op het hoofd van Snoeis. Het is haar positie ook niet. Daar op de rechtsbackpositie nu bij Oranje. Blijft veel meer achterin dan Olieslagers op links. Maar goed, nu dan toch maar een keer een beetje mee naar voren. En met een hele goede vroege voorzet. En een uitstekende kopbal van Snoeis is het 2-0. Ze kijkt en legt hem er perfect neer. Heerlijke assist van Samantha van Diemen. Leugde. Snoeis. Voorlopig als enige in de 16. Daar komt wel ondersteuning van Van Doorn. Krijgt de bal bij Snoeis. En dan is er raak. Tweede van deze wedstrijd voor Snoeis. Geen Miedema. Maar Snoeis is een keer weer eens in de punt van de aanval bij Oranje. En haar cijfers in Oranje zijn natuurlijk niet zo goed als Miedema. Want niemands cijfers zijn zo goed als die van Miedema. Maar dat ze dus aardig indrukwekkend beginnen te worden, mogen ook wel duidelijk zijn. Overname weer van Nederland. Brugts. Komt Oranje daaruit. Mooie slagers, goede bal op spitsen. En dan richten we heel veel ruimte. Het is 4-3 zelfs. Spits herkent het moment, loopt nog een stukje met de bal om dan aan Leugde te geven, neem ik aan. Ja, en dan is Leugde daar voor haar eerst in Oranje. Hoek wordt zo wat lastig. Te lastig. Nou, die voelt zich al een stuk beter weer op die plek dan in haar eerste interland. Tegen Japan. Brugts. Schotje. Niet even lastig voor Munoja. Nederland wint met 3-0 van Finland. 3 speelsters hebben het niet gemaakt van Opslaar. Van Doorn. Als iets van het valt er ook nog een Chastity Grant. Dijkstra maakt haar eerste ooit in het Nederlands elftal. Snoeis lijkt een bijzonder aardig gedeelte te hebben. Op het moment dat ze de kans krijgt, als Miedema een keer rust nodig heeft. En na een zeer behoorlijke eerste helft en een goed begin van de tweede, kan Nederland dat mede ook door de wissels niet volhouden. Maar boekt toch een prima overwinning op de Finnen. En het doet er allemaal niet toe, het gaat allemaal om aanloop naar het EK. Maar feit is dat Nederland op de laatste speeldag van dit toernooi de France in ieder geval met Frankrijk kan gaan strijden. En dat Nederland dan nog kans heeft op winst in dit toernooi. Dat is altijd mooi meegenomen.